De Nationale Assemblée gaat in 2020 eraan werken om meer bekendheid te geven aan dit instituut en aan het bestuurlijk orgaan van ons land. Dit zei DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons gisteren tijdens de presentatie van het jaaroverzicht van het jaar 2019. Ze haalde aan dat er in het afgelopen jaar reeds gewerkt is aan een beter overzicht op de website. Geerling-Simons haalt aan dat er bijvoorbeeld onderverdelingen van de diverse wetten zijn. We hebben ook gevraagd aan de afdeling om de zaak wat overzichtelijker te maken voor de burgers. En dat is gebeurd. Dus er is nu een aparte tab voor naturalisatiewetten. De begrotingen zijn nu ook apart. De begroting van DNA staat al jaren op de agenda, maar die is dus nu ook apart gezet. En er is een beter overzicht van goedgekeurde wetten. En de moties die zijn in een aparte tab ook opgenomen. Dit allemaal om het gemakkelijker te maken voor de burgers om de informatie te bereiken. Goed, de jeugdwebsite hebben we al. We hebben een wat planning voor 2020 wat betreft de website. Zowel het verder verbeteren van de pagina's van de wetten. Wat bijvoorbeeld gevraagd is dat de redenvoeringen van, laten we zeggen, de leden, met name de commissieleden, maar alle leden, dat je dan ook op de website van de wet kan doorklikken en terechtkomen bij de YouTube-versie van de redenvoering op het punt dat zo een lid gaat praten. En dat is allemaal werk wat we in 2020 al willen doen. En vervolgens kan je dan gaan naar de meer gedetailleerde versie waar je alle leden opneemt, maar in elk geval de commissieleden, waardoor mensen dus op de pagina van de wet zelf kunnen doorklikken en zien wat een lid heeft gezegd over, met name een commissielid heeft gezegd over zo'n wet. Verder zegt de DNA-voorzitter dat het de bedoeling is dat iedereen op zijn eigen manier de informatie op de DNA-website tot zich kan nemen. Daarom wordt nagegaan of de website voldoet aan de verlangens van de samenleving. We hebben geplande enquête om te kijken of de mensen die onze website bezoeken meer informatie of andere informatie van het parlement verlangen. En de jeugdpagina wordt uitgebouwd met name door middel van animaties. U weet dat we spelen hebben die op de scholen worden gebruikt om de kinderen voor te lichten over het systeem, het bestuurlijk systeem van het land. En daar kreeg je uitbreiding van. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons zei blikte gisteren terug op het jaar 2019.